Waar zijn die frisse gezichtjes als je ze nodig hebt? Kom op. Hallo. Kom even, kom even. Tessa, ik heb een paar vraagjes voor je. Ja? Ben je geïnteresseerd in 250 euro? Jawel. Ja? Maar heb je een vriend? Ja. Hoe lang? Ongeveer 4 jaar. En de derde is? Zou je mij doen? Wat zei ik? Ja. Jawel? Oké, okay, droomkandidaat. Nu even focus, Rick. Als jij jouw vriend belt en vertelt dat je een wilde nacht met mij hebt gehad en hij gelooft het, dan zijn deze 5 flapjes voor jou. Ja, is goed. Mag ik hem? We gaan het doen. Ja, is goed. Echt waar? Ja, is goed. Toppie. Ik moet meteen mijn telefoon. Pak jij de telefoon. Ja. Sta je nog helemaal achter? Of zeg je van? Ja. Ja? Ja. Fijn. Hoe heet je vriend? Stefan. Stefan. Ja. En wat ga je hem vertellen? Wij wonen niet samen, dus ik heb hem gisteravond nog aan de telefoon gehad. Dus ja, ik denk dat ik gewoon ga zeggen dat ik daarna nog op stap ben gegaan. En toen kwam je... jou ontmoet heb. Ja. Oké, okay, Steef. Daar gaan we. Daar gaan we. Hey, hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, gaat wel. Maar ja, ik wil je eigenlijk even wat vertellen. Ik zit er echt zo mee. Oh, wat is? Ja, ik had je gisteravond nog aan de telefoon, toch? Ja. Ja, daarna ben ik nog weggegaan. De stad in. Okay. Ja, en ik voel me echt zo rot, maar ik ben echt vreemd gegaan. Sorry? Ik ben echt vreemd gegaan. Ik voel me echt zo rot onder. Is het een grapje zo? Nee, echt niet. Ik ben echt vreemd gegaan. Is het dat? Ja, ik heb echt seks gehad. Ja. Is dat weet je normaal, man? Met Rick Brandstede, die ken je wel toch? Die was in de stad, was super gezellig. Dus ik heb echt seks met hem gehad. Zweer je dat? Ja, en ik wil het je gewoon eerlijk vertellen. Oké, okay, wat? Hè? Op de vraag: is Stefan overtuigd? Ja. Jij neemt dit programma wel heel serieus. Ik heb gewonnen! Je hebt gewonnen! Oh my god, ik blijf het te trillen. Ga even zitten, ga even zitten. Oh, ook hoe je dat gewoon zo... zo... jammer. En in die rust ook, en het, hoe je het verkocht. Perfect. Meesterleugenaar naast me. Oh, ik voel me echt lullig nu. Mag hem daar wel bellen? Mij wel. Oké. Okay. Maar zullen we eerst even het zakelijke gedeelte ja, doen? Ja. Want het was natuurlijk allemaal voor deze 250 euro. 5 keer 50, 250 voor jou. Wat doe je vanavond? Ja, inderdaad.